Jaraski hier, welkom bij natuurlijk weer een nieuwe live video hier op Call of Duty en Black Ops 4. Vandaag zit ik niet op mijn eigen account, maar zit ik op het account van C9 Factor, oftewel Yoshida. Omdat ik zelf de crossbow nog niet heb vrijgespeeld en ik hem wel graag wilde gebruiken. Omdat ik soms in mijn potje zie dat hij redelijk overpowered kan zijn. Dus we gaan vandaag het op de test nemen of deze class, de Reaver C86, overpowered is, de ja of de nee. Ik heb er zelf nog nooit mee geschoten. Ik heb hem wel tegen me gekregen. En wat we erop hebben staan is ten eerste de titanium bolt. Wat ervoor zorgt dat jouw pijltjes die hij afschiet sneller, verder en zonder een boogje vliegen. Dus ze vliegen eigenlijk gewoon net zoals een kogel recht vooruit op de vijand af. Dan hebben we er nog eens op staan extended max. En we hebben de stok zodat op het moment dat wij inzoomen we sneller heen en weer kunnen bewegen. Ik weet niet precies hoe dit wapen schiet. Ik heb er nog nooit mee geschoten. Dus we gaan het vandaag echt op de test nemen. Mijn eerste potje ooit ga ik meteen ermee spelen. En ik hoop dat wij een B-score kunnen gaan neerzetten. De Reaver C86 die je uit de reserve drop moet krijgen. Anders kan je hem niet gebruiken. Mocht je deze video nu al leuk vinden, ram natuurlijk zo'n subscribe blijven of vergeet niet te abonneren voor meer. En dankjewel sowieso Yoshida dat ik even je account mocht lenen voor deze video. En dan gaan we op naar het potje. Het potje gaat van start op de map Lockup. Een best wel fijne map voor dit wapentje. En ik zie al dat er 8 kogels in het magazijn zitten. En ik ben benieuwd hoor. Oei, 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 oei. En ik moet mijn settings nog aanpassen. Wacht, ander account. Paniek. 0.75. Tactical flipped. Oké, zo. Het staat weer goed. Niks aan het handje. Het staat weer goed. Oké, er zit hier al een enemy boven. Ah, het zijn 2 tegelijk, joh. Ik heb al 2 kills. Dit is best wel sterk, ja. Dit is best wel sterk, ja. Oké, we gaan kijken hoe we dit verder kunnen doen. Ik weet nu in ieder geval dat hij dus 2 pijltjes tegelijkertijd afschiet. En oh my god. Oké. We kunnen ook gewoon ermee gaan hipfiren natuurlijk. Dat moet ik even onthouden. We hoeven niet altijd in te zoomen. Dit gaat leuk worden, Die enemies die gaan dit niet leuk vinden. Dat kan ik je in ieder geval zeggen. Maar we gaan het zien, We gaan ons best doen. Daar komt het op neer. Oké, vijanden, ik doe mijn best nu. Dus pas op! Dit is eigenlijk best wel overpowered als ik eerlijk ben. Het is ook gewoon een... terwijl ik een karretje ben! Oh, terwijl ik een karretje ben! Ik heb een double kill terwijl ik een karretje ben! Nee, joh! Oh my... Jongens, dit is echt knijtertje overpowered, hé! Holy... knetter! Dit is echt heel erg overpowered. Ik maak geen grapje. Het is letterlijk een one-shot en je kan alles ermee hipfire. Je hoeft niet eens in te zoomen meer. Je kan alles wat je wilt doen, kun je ermee hipfire. Alles. Oké, die schoot ik wel mis. Dat was mijn fout. Nee, joh. Oké, dit is... Oh, we hebben weer iets gevonden, hoor. Oh, ik moet wel raar schieten ermee. Oké, springen en schieten gaat niet goed. Dan gaat je pijltje een beetje de verkeerde kant op. Dus dat is niet het handigste om te doen. Maar we hebben weer wat gevonden hoor. Oh, nee hè. Oh. Oké, ik zit achter hem aan. Ik schoot per ongeluk. Hostile. Eliminated. Jongens. Ik wil niet heel veel zeggen, maar voor een crossbow is dit niet helemaal de bedoeling, kan ik je garanderen. Ze komen hier weer naar boven. Let op. Dit slaat nergens op, jongen. Kom er nog meer. Ik ga hier gewoon blijven staan. Kijk hoeveel er een trappetje op komen rennen, ja? Kom allemaal een trappetje op rennen, jongens. Kom, kom. Ja! Oh, nee, dit kan niet. Oh, dit is echt... Oh, nee, hè. Oh. Dit is eens wat ik kan zeggen. Oh. Het ergste is, je hebt ook 8 kogels in 1 magazijn zitten, hè. Daarin. Double kill! Nee, joh! Oh, dit is toch helemaal niet de bedoeling van een crossbow? Je moet ook nagaan, het is een secondary wapen, hè. Het is een secondary. Het is geen primary, het is een secondary.
Die enemies gaan sowieso rage quitten. Ik zei, als ik hun was, was ik er al lang uitgegaan. Ik heb echt geen zin om hier tegen te gaan spelen. Ze lopen allemaal mijn barricade in ook, jongens. Vijanden, wat zijn jullie aan het doen? Oh nee, ik ben gegranateerd. Ah, dat is jammer. We beginnen op een super hoge streak. Ze lopen allemaal mijn barricade in. Ik krijg kill na kill met mijn barricade, met mijn specialist. Je ziet dat ding toch staan, jongens. Ik sta 33-5. Ik kan, als ik zo doorga, kan ik letterlijk 60 kills minimaal in dit potje krijgen. Oh my god. Je moet wel erop letten, want je hebt letterlijk 8 kogels. En als je meer kogels wil, dan moet je die van de grond afpakken. Dus je moet sowieso wel scavenger aanzetten. Ik weet ook niet waarom ik hiervoor tips ga geven, want dat is echt niet handig, maar oké. Maar je moet wel scavenger hebben, dus dat kan ik je wel zeggen. Hij is soms aan het hacken, dus ik probeer even op hem af te gaan. Even kijken waar hij precies staat. Hij staat daarachter ook. Oh, die vijand gebruikt hem nu ook! Hij dacht ook, weet je, ik heb er helemaal geen zin meer in. Ik pak hem er zelf ook wel bij. Ja, ik begrijp wel waarom je dat zou doen. We zijn helaas wel gehackt, dus we zien niks meer op het minimapje natuurlijk. Wat je zelf ook wel kan zien. Dus dan moeten we heel veel op wachten. Ik heb nu dus geen kogels meer, dus ik moet scavenger oppakken. Dat is op zich wel goed aan dit wapentje, maar... Voor de rest, hij is echt mega overpowered, hoor. Ik wil het eigenlijk niet meer zeggen dat iets overpowered is, maar... Ik moet het wel. Dit is gewoon overpowered. Je kan er niks anders over zeggen. Een sniper. Kijk, bij een sniper is het... Kijk, het is niet helemaal logisch in deze game dat de sniper een one-shot van kill is. Maar het is wel logischer dat de sniper een one-shot van kill is dan natuurlijk een crossbow. Een crossbow... Hoort niet in één pijltje een vijand te kunnen killen. In ieder geval niet een crossbow die ook gewoon zo snel schiet als deze doet. Dit hoort niet. Je hoort niet zo makkelijk een vijand kunnen uitschakelen met een secondary crossbow. Dat is nog het erge van alles. Hij gebruikt hem nu ook. Hij denkt ook, die Jaroski of die, hoe heet je account eigenlijk? C9 Vectra. Die gebruikt hem. Nu ga ik hem zelf ook gewoon erbij pakken. Dus die vijand die heeft hem er ook bij gepakt. En daar ben ik niet zo blij mee eigenlijk. Dat was mijn crossbowtje, ja. Oh, het valt op zich wel mee als je dit wapen tegen je krijgt. Want ik zie dat die vijand nu doen. Zorg gewoon voor dat je heel erg veel beweegt. Hoe meer jij blijft bewegen tegen de crossbow die dus de vijand gebruikt, hoe minder goed hij raak kan schieten. Dus dat is sowieso wel een tipje die je kan meegeven. Mocht er iemand tegen je deze crossbow gebruiken, blijf zoveel, maar ook echt zoveel mogelijk bewegen. Dat is echt heel erg belangrijk. 44-10 samen. Dit is ook meteen het eerste potje dat ik ermee speel. Dus ja, je kan eigenlijk wel zeggen dat hij overpowered is, ja. Ik kan het eigenlijk wel gewoon hard zeggen dat hij overpowered is. Oh, ik ben er gewoon langsgelopen. Wat? Ik wist niet eens wat het kon, joh. Daar is een specialist! Heeft hij helemaal zijn specialist gehaald? Gaat hij er meteen mee dood? Oh, heerlijk. Loop mijn barricade in, vriend. Thanks, bro. Ik moet even nieuwe kogels zetten, want ik heb geen ammo meer. En een potje zit erop. Oei, 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 oei. Ja, dit... Dit is een beetje te sterk. Onze eindscore is 48-10. Terwijl ik nog nooit deze crossbow heb gebruikt. Dankjewel sowieso natuurlijk, Quinten, voor het lenen van je accountje. Maar het is gewoon een one-shot van kill. Maakt niet uit hoe ver je schiet. Maakt niet uit hoe dichtbij je schiet. Je kan er alles mee hipfiren. Je hoeft alleen maar te kijken waar de vijand zit en te schieten. En hij is raak. Dat is dit hele wapentje. Maar ja, we moesten hem uittesten. Ik moest het laten zien en het is overpowered. Het is overpowered. Ik weet ook niet precies hoe je dit minder sterk kan maken. Want als je bijvoorbeeld ervoor kiest dat je 2 pijltjes nodig hebt om 1 vijand uit te schakelen, dan gebruikt niemand hem meer, want dan kan je er niet zoveel meer mee. Maar als het een one-shot van kill blijft, dan is het weer overpowered. Dus het is heel lastig om dit te balanceren, moet ik eerlijk toegeven. Maar er moet wel een manier zijn. Want dit... Als meer mensen deze crossbow gaan vrijspelen, en meer mensen die krijgen hem bijvoorbeeld uit hun supply drop, bijvoorbeeld uit hun weapon bride of wat dan ook, dan gaan ze hem gegarandeerd allemaal, maar ik echt allemaal gebruiken. Gewoon puur omdat het zo makkelijk is om te gebruiken. En dat wil je niet hebben in de game. Maar het is lastig. Ik zou zelf niet weten hoe je dit kan oplossen.
Maar mocht jullie hebben genoten van deze video, ram dat succes en keihard blijkt op straks super gaaf vinden. Bedankt natuurlijk allemaal voor het kijken. Bedankt natuurlijk allemaal voor de support. En hopelijk ook weer, zoals altijd en elke keer weer opnieuw, tot de volgende keer. Bye bye.